Je bent gevraagd voor Sterrendans op het IJs. Ja. Waarom ga je het doen? Nee, ik doe het niet. Nee. Waarom niet? Ik vind het wel een heel leuk programma, overigens. Maar ik ga er ontzettend veel tijd in zitten, ook. Dus dat is het eerste, want ik moet wel gaan trainen. En ik wil niet als een loser overkomen, zeg maar. Dat ik dan weinig moet trainen omdat ik het te druk heb. Daarnaast, ik ben 2 meter. En om naar jezelf te gaan kijken terwijl je zit te schaatsen. Nee, ik ben lomp en heel groot. Misschien. Maar als ik me, als ik me recht op in ga zetten, dat ik misschien wel ver kom, weet ik niet. Want ik heb ook meegedaan aan toppers te paard. Ik kon absoluut niet paard rijden. Maar ik werd wel eerst door inzet, weet je wel. En misschien de angst, ik heb de angst overwonnen. Maar sterren dansen of schaatsen op het ijs, nee, dat lijkt me allemaal niks. Dus misschien... Voor mezelf niet hoor. Ik bedoel, ik vind het een topprogramma. Mijn kinderen kijken er altijd naar, mijn vrouw vindt het geweldig. Maar ik zie mij niet... Ik zie me niet schaatsen, nee. Oké. Okay. Nummer 1 hit. Hoe was dat? Waar was je toen je het hoorde? Waar was ik? Ik kreeg een telefoontje van Emil Hartkamp. Zo zat het. En toen die zei tegen mij, van de dag van tevoren, toen stond Joling en Hazes nog steeds op 1 met 50% voorsprong. Ik denk, oké. 2 ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik was überhaupt al blij dat ik in het Sjaars voorkwam. En ik hoor je daar op 2 staat met eerst 30%, later 50%. Ja, je hoopt natuurlijk om 1 binnen te komen. Maar als het er niet in zit, oké, dan vind ik het ook oké. Als de mensen het liedje maar mooi gaan vinden. Een dag later kreeg ik een telefoontje van Emil Hartkamp en zegt: het schijnt zo te zijn, Jannes. Ik kan je niks beloven, maar je komt op 1 binnen. Ik zei: dat kan niet. Ik zei: want ik heb 50% achterstand. Er moeten al zoveel singles zijn verkocht. Zei, of die instores wat ik heb gedaan. Valt weer wat weg. Ja, als je instort. Die instort wat ik heb gedaan, dat misschien impact heeft gehad. Ja, goed. En toen kwam dat beslissende telefoontje van de platenmaatschappij. En iedereen ging naar zijn plaat, joh. En ik kon het zelf, ik denk oké. Ik kon het zelf niet echt plaatsen. Ik heb mijn ouders en mijn vrouw en mijn oom Jan en iedereen was dol enthousiast. Dick Oosting, mijn manager. Ja, we hebben het echt verwierd. Ik bedoel, het is natuurlijk een stukje extra aandacht. En ook fans die op internet en ook persoonlijk mij feliciteren. Je hebt het helemaal verdiend. En dat is nou net, dan kan ik het plaatsen. Dat er fans bij je komen en zeggen van Jannes, afgelopen jaren wat je allemaal doet en hoe je het doet. En openstaat voor je fans. Je hebt het helemaal verdiend. Daar kijk ik eens mee. Dankjewel. Alsjeblieft.